fotoserie getiteld Corona, Cancer en Comfort. Dat is eigenlijk in drie woorden samengevat wat het is. Het is een fotoserie die ik gemaakt heb in 2021, toen ik er bijzonder slecht aan toe was. Zo slecht dat ik dacht, dat is mijn laatste fotoserie. Het begint eigenlijk met de foto in de kuil. Toen voelde ik, er is iets aan de hand met mij. Die is in eind 2020 gemaakt. En om een lang verhaal kort te maken, ik ben naar de eerste hulp ziekenhuis gelopen. En heb gezegd, er is iets aan de hand met mij. En nou, dat bleek ook. Ze hebben me 's ochtends binnengehaald. Ze zeiden, kom maar. En 's avonds kreeg ik uitslag dat ik misschien nog maar 3 maanden had. Uitgezaaide tumoren in mijn rug. En dat verklaarde de enorme pijn. Vervolgens ben ik ingespoten met morfine. En nou, daar sliep ik heerlijk. En als Anja niet op was komen dagen en me voor de poorten van hel had weggetrokken, dan was ik er niet meer geweest, dat ik in een roes lekker ingeslapen. Maar goed, enorme lange reeks behandelingen. En ik heb daarbij, dus behalve van Anja, mijn vriendin, van 2 andere vriendinnen, Reina en Joke, steun gehad. Die hebben gezegd, we gaan Anja aflossen, 1 week per maand komen we bij je. Want ze zeiden, we willen je niet alleen laten, want daar ben je bang voor, om alleen dood te gaan. Want dat dacht ik toen nog. En dat was ook zo. Ik vond dat een naar idee, doodgaan niet, want dat moet iedereen. Maar alleen doodgaan, dat vond ik zo'n beetje het naaste wat je in het mensenleven kan overkomen. Gek genoeg, in deze wanhoopsituatie begon ik me ook heel gelukkig te voelen. Met name natuurlijk door de hulp die ik kreeg en de liefde. En ze knuffelden me en ze koesterden me. En ik dacht, dat is een mooi onderwerp voor een laatste serie. Om te laten zien hoeveel liefde, aanraking teweeg kan brengen. En ook een beetje mensen helpen om die dit ook overkomt, want ik ben natuurlijk niet de enige, aan troost bieden en het bespreekbaar maken wat er gebeurt. Dus zo gezegd heb ik met die 3 dames overlegd en gevraagd, vind je dat goed om daarin te figureren? Ja, vonden ze goed. En een eer, zeiden ze, een eer. Ze staan hier ook in de tentoonstelling, alle 3 zijn ze in beeld met een grote foto. Wat ik gedaan heb is niet selfies maken of snelle foto's. Ik heb films gemaakt, want dan hoef je er niet meer naar om te kijken. Ik liet de camera lopen en daar haalde ik dan een frame uit. En ik hoop dat het mensen ook ontroert. Als je zogenaamd ten dode bent opgeschreven door de uitgezaaide kanker, dan dat is onvermijdelijk dat je bang bent. En ik ben de vriendinnen ontzettend dankbaar. Dit is mijn vriendin die mij zoveel veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Maar vooral, ze heeft de angst weggenomen. Het viel echt van me af. Dat is iets wat je er echt doorheen sleept. En in deze foto, dat is eigenlijk misschien nog uit de hele serie mijn lievelingsfoto. Ik ben al een beetje kaal. Door de behandelingen en dat ik me over kon geven. De hele serie heb ik gemaakt dat ik naakt ben en alle anderen juist gekleed. Om die kwetsbaarheid nog eens te benadrukken. En dat je weer teruggaat zoals je geboren bent. Ook een hele lieve, zorgzame foto die mij heel dierbaar is. Dit is een kapje wat ik gekregen heb, om het te beschermen in mijn kale kop. Hoe was het voor je om nu zelf op de foto te gaan? Dat was natuurlijk wel even een dingetje, ook omdat ik natuurlijk kanker had, uitgezaaide prostaatkanker.
Nou had ik wel veel performances gedaan, dus ik ben wel een beetje gewend om in het openbaar iets te doen. Met mijn serie heb ik eigenlijk ook een soort oproep willen doen voor mededogen. Van help je naaste die in nood zit. Ik had het nooit alleen gered, dan was ik rustig ingeslapen. En nu ben ik er nog en ik geniet zo van elke dag die me gegund is. Ik lees één gedichtje voor, wat ik gemaakt heb bij de foto met de handen op de zolder met de eiken. De dood sluipt naderbij. Het lichaam legt zich er gedwee mij neer. De geest strijdt voor uitstel. En dit is een tekst van Anja. Ik zorg voor jou. Jij zorgt voor mij. Jij houdt van mij. Ik hou van jou. Ik maak jou blij. Jij maakt mij blij. Jij hoort bij mij, ik hoor bij jou. En zo is het nog steeds. We zitten nu in een schitterend dakterras. In een soort iglo-koepel groen. Dat dakterras was een ongelofelijke uitlaatklep bij die afdeling oncologie waar ik wekelijks naartoe moest. Even uit de grijze ziekenhuisarchitectuur op adem komen, letterlijk en zomer en winter. Zo'n fijne plek. De allerfijnste plek om even uit te blazen is de botanische tuin achter de VU, die nog steeds bestaat gelukkig. We staan nu in de botanische tuin van het VU ziekenhuis, pal erachter. Ik noem het de troosttuin. Dit heeft patiënten zoals ik zoveel geluk gebracht en even uit de grauwe gangen en de wachtkamers en de infusen, dat je daar ligt op bedden en dan mocht je even losgekoppeld worden om even een half uurtje hier te wandelen en dat is werkelijk weldadig. Zomer, winter met sneeuw, nu is het zomer, maar zo prachtig. De nieuwbouw rukt op, die staat nog maar op een meter of 10 afstand. En op den duur zal deze prachtige tuin ook moeten wijken. Maar vooralsnog is het nog de troosttuin.